Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de provincie, maar ook voor de waterschappen. 4 jaar geleden vielen die twee verkiezingen voor het eerst samen. Maar waarom kiezen we waterschapsbesturen eigenlijk? Droge voeten zijn toch niet liberaal of socialistisch? Weet u dat er binnenkort verkiezingen zijn voor het waterschap? Nee, dat weet ik niet. Die zijn tegelijk met de Provinciale Staten? Ja. En? Gaat u ervoor stemmen ook? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Dat ik wou zeggen dat provinciale vergissingen wist ik natuurlijk wel. Bijna niemand weet dat ze er zijn. De verkiezingen voor de oudste democratische instellingen van ons land, de hoogheemraadschappen. En waarom zijn die verkiezingen er eigenlijk? We heffen dus belastingen om te zorgen dat we droge voeten en schoon water in dit gebied houden. En dat moet je democratisch controleren. Maar het mooiste van een waterschap is dat het gaat alleen over water. En omdat het alleen daarover gaat, heb je nooit afwegingen met andere domeinen als wegen, bijstand, woningbouw, ziekenhuizen en dat soort dingen. En dat is belangrijk, want zonder goed waterbeheer loop je grote risico's in dit land. Tegenstanders vinden dat het waterschap beter een ambtelijke organisatie kan zijn binnen de provincie. Maar dat ziet de oud-dijkgraaf niet zitten. Volgens politicoloog Chris Albert zit het probleem van de waterschappen ook niet in hoe het waterbeheer in Nederland is georganiseerd, maar in het feit dat te weinig mensen weten dat ze het doen. In principe functioneren die waterschappen prima. Het enige probleem van die waterschappen is inderdaad dat er verkiezingen zijn en niemand iets interesseert. Toch is er wel degelijk iets te kiezen. Eigenlijk gaat het heel vaak over duurzaamheid. Het gaat over, wil je dat dat waterbeheer zo natuurlijk en zo diervriendelijk en zo duurzaam mogelijk is? Of vind je dat water vooral een product is wat in de dienst staat van de mens? Dan maakt het wel uit of je het CDA stemt, want die willen het gewoon zo goedkoop mogelijk en zo praktisch mogelijk houden. Of dat je Partij voor de Dieren of Water Natuurlijk stemt, die daar veel verder in gaan.